Hier bij Scherjons klompenmakerij en museum in het Friese Noordbergen worden sinds 1840 klompen gemaakt. Hannes Scherjon laat zien hoe dat proces eruit ziet. Het verhaal begint eigenlijk buiten met het inkopen van de bomen. We gebruiken over het algemeen wilgenbomen. Die zagen met de kettingzaag in verschillende rollen. Dan gaan ze hier op een lintzaag of bandzaag zag ik die weer tot kleinere blokken. En dan gaan ze door de machinestraat en in principe wordt dan eerst het buitenmodel gemaakt. Twee keer wordt het voetbed erin geboord. En de centrumpunten waar die in de machine vastzet worden vervolgens afgehaald. Dan moeten de klompen drogen en dan worden ze nog geschuurd. En dan zijn ze klaar om geverfd te worden of niet. Het geheim achter de perfecte klomp is het model. Het begint natuurlijk met een goed model. Het moet gewoon lekker zitten. Als het niet lekker zit, dan ga je er niet op lopen. En daar valt in staat het eigenlijk mee. Dus we meten alles op het moment dat we de klomp produceren, meten we alles na. De ene heeft net een bredere voet dan de ander. Dus als mensen hier in de winkel komen, kunnen we soms nog even wat extra eruit halen als het bijvoorbeeld moet. Het aantal boeren in Nederland neemt af, maar Scherjon levert gelukkig niet alleen aan boeren. Wij hebben het eigenlijk nog steeds enorm druk, dus we hebben niet echt te klagen. Alleen als je naar de klompenmaker ziet in de Randstad, ja, die produceren wel meer voor de toeristische branche en dat doen wij gelukkig nog niet.